dames en heren. In de serie Beroemde Personen uit Legendes en Sagen vertel ik u vanavond het verhaal van Robin Hood. Daarvoor neem ik u natuurlijk even mee terug naar de middeleeuwen in Engeland, om precies te zijn naar het grote bos, het Sherwood Forest. Immers daar was het dat Robin Hood en zijn mannen de wilde avonturen beleefden. En waar ben je nou mee bezig, man? Nou, waar ben jij nou mee bezig? Ik word geroepen, kom kijken, hij staat los. Maar, dus ik hol de buur nog van binnen. Wacht even, ik weet mijn fout. Natuurlijk. Ik heb je het vergeten te vertellen. Wat? We hebben een belangrijke opdracht binnengekregen voor de pretfabriek. Wie? Wat? Wij, de zaak. Wat? Nou, een groot feest op Slot Loevestein. Oh, waar? Slot Loevestein. Slot Loevestein? Ja. Slot Loevestein? Ja, Slot Loevestein. Daar ben ik een keer geweest. Oh? Hoe voel je het daar binnen? Ik weet niet, het zat op slot. Hoe ben je nu? Ja. Die sta ik nu te verzinnen, hoor. Ja. Op dit moment, hoor. Die verzin hoeveel? Ja. Dat is er wel één, dacht ik, hè. Waardig. Dat is er wel één. Nou, hoe voel je wordt op slot? Ja. Maar goed. Maar goed. Groot feest. Onderhouden, hoor. Je mag hem gebruiken, hoor. Precies. Je mag hem gebruiken, en die mensen komen heel daar kan je veel plezier van hebben. En dan gaan heerlijk eten, daar op een haar, vullen, luid spelen. Waar? Nou, Slot Loevestein, toch? Oh, als maar die op slot zit. En, Tweede keer en weer raak. Dat is er één, die kan je blijven vertellen, hoor. Zou dat heb je niet vaak met moppen, hoor. Goeie moppen kun je blijven en dit is er één, hoor. Ja. Die gaat niet gauw vervelen, hoor. Die gaat niet gauw vervelen. Maar goed, en er is dus een groot feest met alle mogelijke leuke dingen. En mensen eten en dansen. Waar? En, Waar? In dat grote kasteel. En nu hebben ze gevraagd of ik daar een voordracht wil houden. Hebben ze jou op dat feest gevraagd? Ja. Oh, hoezo? Willen ze niet zo laat maken? Maar... Wat ga je nou een voordracht op een feest? Er zit er niet meer op de wacht. Waar gaat het over dan? Robin Hood. Hey, baas. Nee, over Robin... leuk, jongen. Ja, hartstikke leuk. Moet ik daar ook iets bij doen? Of, Jawel, dat zou leuk zijn. Oh, wat? Kijk, wat ik doe is zuiver verbaal. Maar dat weten we, dat hoort, dat heb, daar kun je ook niks aan doen. Daar ben je mee geboren. En dat, dat is nou eenmaal zo. Dat vindt niemand erg. Nou ja. Zijn we al gewend. Oké. Kijken we doorheen. Kijk zo doorheen. Goed zijn als jij dat zou larderen met wat... visuele elementen. Dat ik uitbeeld waar jij het over hebt. Perfect, dat is voor de mensen in de zaal ook prettig. Omdat je nogal binnen zijn mond praat. Begrijp dat valt mee, hoor. Geen enkel punt. Ga je nu beginnen? Ja, wel klein. Natuurlijk, ik kom af en toe op, af en toe als krentje. Ja, ja. Als krentje kom klein, ik op. Klein, als krentje. Klein. Misschien als rozijntje, maakt maar niet uit. Dat weet ik nog niet, hoe ik me voel. Ja, oké. Oké, daar. Goed. Dames en heren. In onze serie Beroemde Personen uit Legendes en Sagen... hallo. Mag ik... Kom eens even hier. Wat is? Wat is dat voor gereedschap hier? Ik zag het uitbeelden waar jij het over had. Ja, ja. Nou, ik kom toch op... Jij zegt zagen, dus ik pak gelijk de zagen. En ik denk, ik had ook twee schroevendraaiers kunnen pakken. Maar omdat je zei zagen, kom ik op met de zagen. Hoe vond je het trouwens tussen twee haakjes? Niet goed, want je moet goed luisteren. Wat? Ik zei dat niet. Je zei zuiver zagen? Nee. Dat hoor je zelf waarschijnlijk niet meer. Je zei echt zagen, hoor. Je, absoluut zei je zagen. Ik zei zagen. Zagen. Zagen? Ja. Dan spreek je nu goed uit, hoor. Jij spreekt er nou net uit als Rob de Nijs. Je zegt ook zagen, dus niet goed, hoor. Het is zagen met een zet, hoor. Zagen met een zet. Oh, ik heb een beetje last van hoofdpijn. Hebben we nou een sprintje? Maar natuurlijk, jongen. Neem er twee. Is het over? Ja, mama, het is weg. Als voorbeeld. Ja? Nou ja. Maar jij bedoelt het werkwoord zagen met een zet. Van mij die scherpe is. Zagen, dat zijn oude vertellingen. Dat zijn mythen. Er wonen twee mythen in mijn oude jas. Dames en heren, in onze serie Beroemde Personen uit Legendes en Sagen... Vertel. Excuses, dames en heren. Geaccepteerd. Robin Hood leefde in de middeleeuwen in Engeland. En in die tijd tyranniseerde een groepje rijke edellieden de bevolking. En perste ze uit. Robin...
sneller. Nou. Dat is raar, die hadden nog niet aangezogen. Honden kwamen ze al, hè? Kwaliteit, hoor, die kopers, hè, meneer. 100% sap. Hier, hoor, even, klots. Ja, klots. Ja. 100% sap, hoor. Maar heb je een schaal dat ik zo leuk neer kan leggen voor je? Heb je een schaal? Je hoeft ze niet leuk neer te leggen. Wat moet ik met sinaasappels? Je zei, perst ze uit. Maar geen sinaasappels. Wat dan? De bevolking. De bevolking. Ja, staan we niet na te doen. Dan moet je een flinke pers hebben. Ja. Niet nodig? Niet nodig. Ook niet eentje voor in de bus, eigenlijk een pijl in de bus. Laat maar even werken. Excuses, dames en heren. Geaccepteerd. Nou. Robin Hood, een sympathieke jongeling, sterk en rechtvaardig, besloot toen de rijken hun rijkdom af te nemen. En dit te verdelen onder de armen. Ja! Daar zijn ze alweer! Is het snel? Of is het niet snel? Snel. Het is snel, hè? Snel. Zo snel is die Bamberger nooit geweest, hè? Nou, okay. Oké. Geen paniek, ik heb het onder controle weer. Oh, fijn. Je kan er veel mee doen. Is dat zo? Je kan er heel veel mee doen. Dat zal best. Heel veel. Dat zal best. Heel veel kan je er doen. Vind ik een van de leukste. Is het ook. Maar je moet luisteren. Dat zeg je? Kijk. Ik zeg, ja. Armen. Hier zijn de armen, het zijn alleen twee linkerarmen. Is dat, ja. Komt er, ze zijn van een draaiorgelman, die had morgen gehad. Maar die andere is van zijn vrouw, die stond koffie te maken, die was rechts. Die gooit hem morgen in de bus bij jou thuis. Fijn. Oké. Mensen. Mensen. Arme mensen. Arme mensen. Arme mensen. Wat arme mensen. Dat zijn mensen zonder geld. Oh, het hele orkest, even op de bühne komen, even snel. Even. Niet nodig? Niet nodig. Niet nodig. Ook niet om even lekker... Nee. Ons verhaal begint in het bos van Sherwood. Daar ontmoeten wij zo'n geniepige, stinkend rijke edelman. Die bulk van het geld. Bulk, bulk, bulk. Bulk, bulk, bulk. Bulk, bulk, bulk. Goed. Bulk. Oké. In het groot... Hoor hoe de sneeuwbel tingeling, ting, ting, ting. Het is precies zo de witte van de rente van zin. Met aan je handen dikke rollen, want er voel je geen kou. Zo met een tweetje samen in je leekje gezellig, let's go. Zet hem op, zet hem op, zet hem op. Oeh. Nieuwe remblokjes moeten er. Ja, dat hoor ik wel. Het is er niet meer. Hij liep door het woud met vijf zakken gouden. Vijf zakken gouden dukaten bij zich. Ik heb er maar vier. Nee, moet er, ik zie vijf. Ik heb er maar vier. Zijn er vijf? Ik doe net of ik er vijf heb. Ik doe net of ik er vijf heb. Oké. Met vijf. Hoe doe je dat? Ik doe niks. Je ziet je mond niet bewegen en je maakt smurfgeluiden. Dit is nog nooit verdoord. Heb je er gezien wat hij deed? Je ziet er goed op. Je ziet zijn mond. Wie is dat nou weer? Geen idee.
Ik weet het niet. U neemt toch steeds maar iedereen mee. Wie is dat nou? Dag. Zeg, ik wil u eigenlijk iets vragen, hè? Ik heb daar verderop een zakje met gouden dukaten gevonden. En ik zag u zo'n beetje rammelen met die andere zakjes. Toen dacht ik, is die misschien van u? Nou, zeg. Dat is toevallig. Dat is zeker toevallig. Dat is, ik kom er inderdaad eten kort. Wat aardig dat u me even komt brengen. Mag ik u daarvoor even een beloning geven achter de boom? Dat ik even... Nee. Nou, waarom niet? Dat doen we even niet, hè? Nee, niet mee. Maar jij ook niet. Dat is niet beschaafd, weet je wel. Nee. En jij, meisje, wie ben jij? Ik ben Roodkapje. Roodkapje? Ja, wie is nou weer Roodkapje? De zus van Blauwmutsen. Je kent een Roodkapje wel. Hij kent niemand. Hij kent oma Duk nog niet eens, hoor. Meentje. Onbegaan hoe die hier in theater komt iedere avond. Wij staan voor een raadsel, mevrouw. Dat snap ik heel goed. Mevrouw, ze zit wel in het verkeerde sprookje, hoor. Dit is Robin Hood. Dat weet mevrouw Kapje toch niet? Oh. Is dat mevrouw Kapje? Natuurlijk. Nou, de mevrouw Kapje. Neemt u me niet kwalijk, alstublieft, maar dat wist ik inderdaad niet. Nee, natuurlijk niet. Oh. Maar ziet u, ik ben een beetje verdwaald. Wie niet? Weet u heel toevallig waar mijn grootmoeder woont? Oh, poe. Ik heb thuis een 100.000 stratenboekje. Als u even meeloopt, is het mijn kleine moeite. Ik vind het zo leuk dat ik u nou... Kom terug. Kom hier niet weglopen. Nee, ik wou even... Je loopt toch niet weg midden in een voordraad? Nou, even snel. Helemaal niet. En jij, meisje, weg! Bal gehakt. Ja, dat is leuk. Niks van aantrekken. Je hebt altijd mensen die gaan alleen op uiterlijk af. Plotseling wat? Hoorde de gemene gierige man hoefgetrappel. En daar verscheen Robin Hood. Waar? Oh. Oh. Oh, yeah. Robin Hood. Hij was er weer. Wat is er met je paard gebeurd? Die is bek af. Ah, hoe komt dat? Gisteravond op stap geweest met een nachtmerrie. Ah, zielig. Zit hij ook op de weetwaartjes? Hij moet er nou af, hoor. Zit er te lang op. Wat is de reden van je komst, Robin Hood? Aha, ik ben op zoek naar een stinkend rijke edelman, meneer, die bullet van het geld is. Goed, dat ben ik. Dat ben ik, dat moet u mij hebben. Aha, daar staat hij! De schurk, de boef, de uitzuiger, rapalje! Kan ook te ver gaan, natuurlijk, hè. Kan ook... te ver gaan. Oké. Okay. Wat heb jij in je handen? Een bromfiets. Je kent toch je eigen sprookje wel? Dat zijn toch de dukaten die ik net afgeperst heb van de bevolking? Ah! Genoeg gepraat. Geef eens even heel snel hier dat geld. Nee, daar kan ik niet aan beginnen. Daar ben ik niet voor verzekerd. Nee, dat zou een beroving zijn. Nee, daar kan ik niet aan beginnen. Kan niet, zeg, hoor. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ben jij niet verzekerd tegen berovingen? Nee. Nou, dat treft dan, want wij van Victoria Vesta komen graag even bij de mensen langs. Victoria Vesta, dus u kan mij verzekeren tegen berovingen? Ja, natuurlijk kan ik. Wat gaan we de kosten aan premie per jaar? Nou, ik maak het makkelijk. 5 zakken gouden dukaten. Oh, dat doe ik meteen. Dat doe ik. En dan ben ik het hele jaar verzekerd. Het hele jaar door. We doen het. Uitstekend. Dat is al geregeld. Oh, nee, wacht. Nee, wacht. Ik heb nou geen geld mee, dus ik hoef eigenlijk ook niet verzekerd te zijn, natuurlijk. Dat is toch helemaal geen probleem? Wel, nee. Victoria Vesta keert ogenblikkelijk uit, meneer. Het was me een waar genoegen. Goedemiddag, heren. Aardige man, hè? Zeker. Hij heeft alleen geen verstand van verzekeren. Nee. Maakt niet uit. Ik ga verder. Ja. Zal ik ook opnieuw opkomen? Is dat beter voor het verhaal even? Als je het serieus doet, anders hoeft het niet. Ja, natuurlijk. Ja. De zaak is, de telefoniste vroeg net of je de telefoonboek nog lang nodig hebt. Hey, hou nou toch op. Ik vraag maar. Trouwens, ik heb net in de kleedkamer heb ik een doppie op je tubercuquident gedaan. Nee. Anders was het helemaal uitgedroogd. Ja, ga nou maar. Ga nou maar. Excuses, dames en heren. Daarom moeten wij zo'n geniepige, stinkend rijke edelman, die bulkt van het geld. Vedeldee, buiten uw bos en hij al. Edelman, ruil op. Al wat huppel, kwim, boel. Thank you.
We zouden het serieus doen. Nou, maak alleen maar flauwekul. Nee, ik doe niet meer mee. Doe het zelf maar. Ga er